Toen ik kwam in 2012, toen hadden we curling, verkochten we het nooit. En we hebben wat aanpassingen gedaan en toen is dat zo langzamerhand gegroeid. En de laatste weken, maanden? Ja, is het een dolle boel. Ja. Dolle boel? Ja, een dolle boel, ja. Ja, dus dat varieert van een 3, 4, 5 curling clinics op een dag. En dan wel vooral op de vrijdag en op de zaterdag. Hoe kan dat? Nou ja, goed, het heeft natuurlijk te maken met een stukje exposure wat je de laatste tijd hebt gehad. Zowel de Olympische Spelen, de televisie besteedt de aandacht aan. Dus ja, het komt wel het steeds. NK Friese Veen. Ja, dat ook. Al dat soort ontwikkelingen maken toch dat het curling steeds populairder wordt. Truus van schaatstrainer naar curlinginstructeur. Hoe leuk is dat? Dat heeft allebei zijn charmes. Schaatsen kon ik niet meer zo goed omdat ik een enkel blessure heb. Maar toen dacht ik, ik kan wel met schoenen op het ijs. En zo ben ik eens wat gaan kijken bij de curlinginstructie. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Je werkt met groepen die iets nieuws willen leren. En je legt ze uit wat curling is. En dan realiseren ze zich ook dat het nog niet 1, 2, 3 zo'n spelletje is met een paar bezems vegen. En we winnen het potje wel. Want het is voor de groepen die hier komen echt heel moeilijk om al die stenen in die cirkel te krijgen die wij dan het huis noemen. Maar heeft het dan nog iets met schaatsen te maken? Nee, met schaatsen heeft het eigenlijk niets van doen. Maar het heeft voor mij wel de binding met de ijsbaan. En dat was voor mij ook belangrijk, dat ik wel in deze wereld nog wat bleef doen. Wie heb je? Wie zitten er in de groepen? Over het algemeen zijn het bedrijfsuitjes, studentengroepen. En ook een paar keer heb ik verjaardagspartijtjes gehad. Als je het maar met een groepje van 8 doet, dan kun je het eigenlijk al spelen. Is het een hype of blijft het? Ik denk dat het blijft. Ik moet wel zeggen, je hebt natuurlijk met seizoensport te maken. Je ziet het ook bij het schaatsen. Oktober, dan komt dat heel langzaam op gang. En dan is de hype is tussen november, december, januari. En gelukkig, nu zit je wat later eigenlijk? Ja, nu zit je eigenlijk wat later. Nou, je ziet, we zagen in 2014 ook met de Olympische Spelen dat het toch wat langer doorloopt. En dat merk je nu ook. Het is nu maart, het is nog steeds koud. En dat is natuurlijk ook voor ons heel belangrijk. Ja. Hebben jullie plek voor die curlingrage hier bij de ijsbaan? We proberen plek te creëren. We hebben alle plekken gecreëerd. Maar omdat we ook een aantal vaste huurders hebben, moeten we daar altijd mee in overleg treden. Het is passen en meten, want de buitenbaan, daar heb je al de schaatsers al op. Die wordt nu heel even geveegd en dan gaat de recreanten weer op. Ja. Maar binnen heb je eigenlijk altijd vol met ijshockey, kunstschaatsen, noem het op. Ja, short track. Dus dat is zoeken naar een plekje. Ja, en dat maakt het ook af en toe gewoon lastig. Maar ook daar zijn we naar aan het kijken. Om te kijken of we nog omdat we hier aan deze kant nog voldoende plek hebben. Om te kijken of we daar nog een baan voor curling kunnen gaan creëren. Dus we zijn daar wel heel druk mee bezig.